wat over het probleem is, je bent inwisselbaar. En dat is voor heel veel acteurs is dat doet het pijn, hè? Want die vinden zich nogal geweldig. Sowieso al die beroemdheden, die denken allemaal, het komt omdat ik zo geweldig ben. En je bent inwisselbaar. Dus als jij zegt nee voor 300 euro voor de rol, dan nemen ze een ander. James Bond is een goed voorbeeld. Ja. Hoeveel acteurs hebben James Bond niet gespeeld? Ja, maar er is altijd wel weer een andere. Er is altijd een andere die het wel doet voor 300 euro. En dat weet je. Dus uiteindelijk zeggen heel veel mensen ja. En dat verstoort de markt ook wel een beetje. Want wij hebben geen CAO.